Alright mensen, we zijn er klaar voor. De laatste aflevering van onze seizoenen op het Wasmeer. Het is overduidelijk, we zitten in de winter. Sessietje na het werk. Het water is nog net niet dichtgevroren, want het heeft heel de week keihard gevroren. En dus, dat was mijn grote bezorgdheid. Ik ga snel mijn jas nemen, mijn materiaal, we gaan naar de stek. En vandaar zien we wel verder. Maar ik denk dat de karper vangen wel heel moeilijk gaat worden deze keer. Heeft er tegen jou niemand gezegd dat je zot was om nu te gaan... wat doe je vanavond? Ik ga vissen. Hoe ga vissen? Vannacht? Ja, ja, ja. Ja, maar jij gaat er dus nog vissen. Ja. Alright, jullie kunnen het misschien niet zo goed zien, maar ik ben hier uiteindelijk op de herstek beland. En dat is natuurlijk niet toevallig. Ik heb de afgelopen weken net voor de vorst een heel aantal stekken bevist. Ik heb de torenstek bevist, kleine baai bevist, Remember the Lente sessie. En wat blijkt, uiteindelijk hebben Indico toch de vissen gekozen om weer in die obstakels te gaan kruipen. Dus het is een beetje logisch dat ik hier start sikkeren. Misschien hebben jullie deze nog niet gezien of kennen jullie ze niet, maar de anchorpots zijn in feite aparte voetjes die op iedere foxtrotpot passen. En die zorgen ervoor dat je kan die instellen, dat je middels een schroefje je rotpot echt muurvast kan zetten. Alright, die staat vast. Uiteraard obstakelvisserij, dus ik wil dat die rotpot muurvast staat en we vissen locked up. En op die manier kan er niks mislopen. Een voorste steun, een beetje naar boven, dat ik een beetje buffer creëer met de hengel. En natuurlijk onmisbaar die rotlocks. Als je hengel daarin klemt, dan zit die echt muurvast. Kan er niet uit, behalve als je de hengel oppakt. Dus om obstakel te vissen, een rotlok. En die positie, naar mijn ervaring ideaal. Nog meer dan wat ik in de herfstvideo vertelde, houd die watertemperatuur in de gaten. Dat is nu niet meer nodig, of dat de watertemperatuur nu 5 graden is of 6 graden. Het maakt op zich niet veel meer uit. De vissen hoeven niet meer te azen. Soms doen ze het toch nog wel. Maar met een handje voer kan je 24 uur vissen. Dus het voer is nu echt tot een absoluut minimum beperkt. Kleine, minuscule PVA-stikjes, kleine PVA-zakjes. Ik heb zelfs maat erbij. Zulke dingen om die winteraanbeet te forceren. Meer heb je echt niet nodig nu. De meest gebruikte richtjes hier. Die kleine pop-upjes. We gaan het niet noodloos complex maken. Kort, snel prikkend onderlijntje. Klein attractief pop-upje. Een beetje bodycrème of bedmix en PVA. En wat er hier belangrijk is natuurlijk met de koude watertemperaturen. Je kiest voor de fastmelt PVA. Er staat zo'n ijssymbooltje op. Fox heeft twee varianten. Een fastmelt voor in de wintermaanden en een slowmelt als de watertemperatuur hoog is voor in de warmere maanden. Dus daar toch wel eventjes aandacht aan besteden. Maar ik weet uit ervaring dat die fast melt, zelfs nu bij een watertemperatuur van 4, 5 graden Celsius, dat die heel snel oplost. Dus daar hoef je alleszins geen zorgen over te maken. De hengels zijn klaar en geklipt. De stikjes zijn ook gemaakt, maar het is een klein beetje neerslag. Dus ik stik hier even weg. Dus wat boilie kruim voor vannacht. En morgen gaan we dan met de maden aan de slag. Hè. Maar dat is voor morgen. Voilà. Die zijn klaar. Hengels gaan erin. En dan steken we het vuurtje aan. Yes. Die ligt goed. Dat is voor mij toch ook een deel van de charme van het wintervis. In de winter vis ik vooral socials en dat gaat dan altijd gepaard met een barbecue en daarna een paar blokjes erop. Dan gewoon, de warmte doet deugd en de gezelligheid doet ook deugd. Wintervissen met een vuurtje erbij, zalig. Goedemorgen. Het was een hele rustige nacht, lekker geslapen, ondanks de koude. En dan vanmorgen begon het. We waren heel actief,
En je ziet hier al twee hengels tegen de tent staan. Dus de ene pick-up naar de andere van die koet. Dus ik ga eerst een koffietje drinken. Boterhammetje met choco. Als ik hem opgewarmd krijg. En dan toon ik jullie een paar echt toffe dingen, nieuwe dingen van Fox. En die zijn ideaal om een winterse rit mee te maken. Maar dat is voor na de koffie. Oeh. Ja, dat is wel heel nip. Alright. Dus de nieuwe VK's range van Fox. En ze hebben zowel maïskorrels als maden uitgebracht. En ik voor de winter combineer die dan graag. Een roze pop-up maïskorrel met zo'n een maden erboven. Eigenlijk net dezelfde recht zoals ik met die kleine pop-ups vis. De bedoeling is dat die aas de drijfkracht heeft. Dat je haak mooi op zijn punt gaat staan, klaar om te prikken, kort om de lijntje. En je vis met een stick of een PVA-zak. En dus bij het opzuigen prikt die haak onmiddellijk. En in dit geval een pop-up maïskorrel met zo'n maden erbovenop. Net de juiste drijfkracht. En hoe kan je dat nu best bewerkstelligen? Belangrijk is, en je ziet het silicoontje hier, bepaalt in feite hoe je haak gaat staan. En als dat silicoontje recht tegenover de weerhaak van je haak staat, in die positie, dan weet je dat die haak mooi zo, en je kan het altijd thuis testen natuurlijk, dat die haak zo mooi op de bodem komt te staan. Waarbij dat die maden natuurlijk heel visueel gaat zijn. En ja, als je dan een paar maden in je PVA-zak doet, zoals ik straks zal doen, dan krijg je echt een hele mooie presentatie. Ideaal voor in de winter natuurlijk. Er een beetje aan te komen natuurlijk dat dit keer een hele taaie sessie zou worden. Het water is serieus afgekoeld. We hebben een hele week temperaturen min 5 tot min 7 gehad. Dus dan weet je wel dat het moeilijk wordt. Maar zoals ik nu vis en zoals ik net voor de vorst ook nog een paar mooie vissen heb kunnen vangen. Yes. Een eerste wintersessie op het Wasmeer. We zijn eind december. En de tactiek had ik op voorhand al in mijn hoofd. PVA-zakjes met een klein haakaasje. En dan de hengels zoekend vissen. In de hoop een paar vissen op te pikken. En, dat was de eerste van de sessie. En kort daarna zag ik weer wat beweging op het water. En al snel volgde de tweede vis. Voilà. Tweede vis van de sessie. Dezelfde tactieken, PVA-zak, klein aasje en een vis van iets meer dan 11 kilo. Yes! Is eigenlijk net hetzelfde qua tactiek en ik heb denk ik over die funnelweb heb ik het al een aantal keer gehad, ook in de herfstvideo. Dus toon ik nog eens kort, maar ik leg vooral uit waarom ik soms kies voor die funnelweb en soms voor een PVA-zak. Maar die funnelweb is, basically boiliekruim, backmix zoals die hier staat, een beetje maden ertussen nu in de winter, dat kan er allemaal in. Wat ik geleerd heb in de loop van de jaren is om die klein te maken. Dat is echt wel een narrow funnelweb en dan 2 centimeter voer erin. Dus je krijgt in feite een balletje van 2 centimeter in doormeter. Dat is net precies een groot genoeg attractief plekje om die vis over de streep te trekken. Veel groter hoeft dat niet te zijn. Wanneer gebruik ik dat? Wel, als ik moeilijke worpen heb, als ik veel last heb van witvis, van brasem, als ik veel duikende koeter op de stek heb, dan kan je niet iedere keer. Een PVA-zak is net ietsje meer werk, maar die balletjes kan je gewoon op voorhand maken. Je gooit verkeerd, je hoeft er niet over na te denken. Je draait in, je droogt je haak een beetje af, nieuw balletje eraan. En dan weet je zeker dat je de moeite gaat doen om zo perfect mogelijk op de vis te liggen. Dus dat gebruik ik als het heel snel moet gaan. Of als het snel kan mislopen. Maar die PVA-zak, dat vind ik een net nog iets betere presentatie. Kan je nog meer attractie insteken. Is 100% anti-in de war gooi. En je bent ook altijd zeker op welke bodem je ook terechtkomt. Zelfs een beetje bladeren of bodemwier, dat je rig perfect gepresenteerd is. Dus dat zijn wel de voordelen van een PVA-rig. Maar ik weet, in de winter
als het regent en je hebt al twee keer verkeerd gegooid, ja, dan wordt het toch wel moeilijk om nog eens een derde PVA te knopen. Maar toch, ik toon het jullie, als jullie in open water kunnen vissen en je bent zeker van je worp, PVA zakken is zeker the way to go. En ik herinner mij 20, 25 jaar geleden die eerste PVA zakken, dat was best lastig om die te maken. Maar Fox heeft dat al jaren op de markt, hè, dat de naam zegt rapid, fast, load. Experts maken die zakjes onder de minuut, dus het is echt peanuts om met behulp van die handige tool een PVA-zak te maken. En ik toon het jullie, in dat cilindertje zit een lotertool met een ring erop, dat zet je eventjes onder spanning. Je neemt een PVA-zakje en het formaat die ik altijd kies, gewoon omdat dat goed gooit, het juiste formaat is om een 4 of een 3 ounce lood in kwijt te raken, is 60 mm op 130 mm. Dus dat misschien even in het achterhoofd houden, maar je zal zien waarom dat een heel mooi formaat is. Dus PVA-zak, staat een streepje op, dan het streepje, zeer belangrijk, die moet je eraf halen, want anders mag je opnieuw beginnen. En dan zie je dat die loadertool zich op spanning trekt, even blazen, PVA-zak staat mooi open nu. En het allerbelangrijkste is, hè, je kiest een bagmix. Waarom een bagmix? Dat zijn allemaal harde deeltjes. En dat is ook waar we onze haak gaan laten tussenvallen. En die harde deeltjes die komen zeker niet op de haakpunt terecht. Dus je kan niet eerst maden of stukjes boilies doen, want die komen garandeerd op die scherpe haakpunt terecht. Maar met die bagmix ben je zeker. Half centimetertje bagmix. En dan kan je rig erin en je ziet al dat hier een beetje boiliekruim aan hangt. Ik heb die hengel net ingedraaid en de gemakkelijkste manier om waterdruppels, die natuurlijk die PVA-zak direct laten smelken, om die waterdruppels te neutraliseren, is hem even door boiliekruim halen of door wat krilmeel of zo. Dan zie je dat die mooi droog is. En voilà, het haakkaas laten we erin. En net als je lood in de loading tool zit, dan zie je een klein vetje. Je leader klem je daarin vast en dan kan je die gewoon loslaten. Je lood hangt vast, geen probleem. En dan heb je ruimte om met je vingers je haakpunt mooi naar beneden te doen. En je haakkaas ligt mooi uit de weg. Nog een beetje, klein beetje backmix erover. Voilà, nog een centimetertje. En dan weten we dat onze haakpunt absoluut beschermd zit hier. En dan kunnen we kiezen wat we willen doen. Ik laat het lood, zie je, nu halfweg zakken. Kunnen we hem nog een beetje bijvullen. Ik ga nu eerst een heel klein beetje boiliekruim erover doen. En daar zitten nog wel stukjes bij. En dan zie je dat die zak al een 3-4 centimeter vol is. Met lood kan je mooi even aandammen. Hop. En dan handje maden er rond. Voilà. Even onderaan op de zak tikken. Voilà. Je ziet dat die maden zich mooi rond het lood gaan beheven. Dan kan je kiezen, nog een beetje bagmix, nog een beetje boiliekruim. Je kan echt allerlei lekkers maken. Maar zaak is nu, dat zie je, dat die teelrubber of die insertrubber van de inline lood, dat die laatste paar centimeters vrij zijn. En dat is belangrijk, omdat je daar rond natuurlijk de zak, de PVA-zak gaat twisten. Dat geeft een stevig houvast aan. Alright, we zijn er bijna. Even stikken, goed alles aanspannen. Dan ga je 3-4 keer twisten, echt dat er een beetje spanning op zit. Zo. Dan heb je nog een rand van 2 centimeters. Daar lek je gewoon één keer aan. Helemaal rond. En duw je dat, voilà, netjes over de zak. De loader tool kan open. Mooi rond die rubber insert, dat zit muurvast. Het enige wat we nu nog willen doen als we willen gooien, is gewoon die hoekjes induwen. Dus beide kanten eventjes likken, eventjes vasthouden. Hier hetzelfde. Eventjes likken, eventjes vasthouden. Voilà. En hier is al klaar. Hier nog een beetje aan positioneren, dat je een mooie rechte worp kan doen. Maar je krijgt een compact zakje, alles zit erin. De rechts zit erin, de maden zitten erin en je weet 100% dat die, als je die ingooit, super attractief is en 100% aan het vissen is. De hengels nog eens op scherp gelegd, de dagen vliegen natuurlijk voorbij.
Altijd aan de waterkant, maar in de winter zeker. Hè. 8 uurtjes licht. Ja, de sessie. Ik wist dat ze taai ging worden. En ze loopt bijna op zijn einde. Maar voor mij is een dag buiten zijn. Hè. De mensen zitten heel veel binnen in de winter. Maar gewoon een dagje buiten zijn en rondom je kijken. Er gebeurt altijd wat. Dat is voor mij al genoeg om er weer een week tegenaan te kunnen. Want ja, volgende week kom ik gewoon weer natuurlijk. Maar ja, hier net naast ons toch wel het schouwspel van de dag vond ik een meerkoet. Die door heeft dat die hier onder die braamstruiken, dat het vol met vorentjes zit. En die gaan ze dus actief gaan vangen. En ja, David grapte van die identificeert zich als vuut. Maar een vis etende meerkoet zit hier bij ons. Ja, en ik zou zeggen, we zijn hier meteen ook op een eindpunt gekomen wat deze videoreeks betreft. De 4 seizoenen, we zijn nu aan de winter. Dus het is stilaan tijd om vooruit te blikken. Er komen weer nieuwe avonturen, die we natuurlijk voor jullie op video gaan plaatsen. Dus dat is alleszins iets om naar uit te kijken. Maar nu is het tijd voor mij hier om voorlopig afscheid te nemen samen met jullie van het Wasmeer. Ik herinner mij de kletsnatte lentesessie met een paar mooie vissen. Een zomersessie met die vis die in open water plots een obstakel vond, die ik helaas verspeelde. Een herfstsessie, boordevol actie. En dan nu deze taaie wintersessie. Met gelukkig van vorige week voor de vorst toch die paar visjes. Dus ja, we hebben denk ik getoond hoe het is gekomen. Niet altijd evident en dan is het als visser de taak om een oplossing te zoeken en toch proberen een vis te vangen. Maar ja, ik ga stilletjes aan inpakken, denk ik. Ik zou graag eens op tijd thuis zijn, voor die ene keer. En dan zien we elkaar zeker terug in een van de volgende video's. Ja, volksvrienden, niks beter natuurlijk dan de keiharde praktijk. Ik stel u graag de nieuwe Power Barrow's voor. En de Power Barrow zoals die hier staat. En dan heb je nog de Power Barrow Plus met een aantal andere opties. Waarom ik voor deze barrow gekozen heb, dat leg ik jullie graag uit. De features voor mij die het belangrijkst waren. En zoals je ziet, ik begeef me graag op ruig terrein. En dan is het echt wel noodzaak dat je heel manoeuvreerbaar bent. En daarvoor heb ik gekozen voor een traditionele barrow met pootjes achter in plaats van wielen. Want als je een driewieler hebt met die 2 wielen achteraan, dan heb je natuurlijk altijd mooie vlakke terreinen nodig. En aangezien ik op allerhande waters terechtkom en nooit echt precies weet hoe het terrein er zal bijliggen, hè, zoals bijvoorbeeld hier op het Wasmeer, dan weet ik gewoon, ik kies voor die transporter barrow en dan weet ik, ik kan overal terecht. Nu, 3 features. Er zijn voor mij echt de verbeteringen aan deze barrow. Ten eerste heb je het opbergvakje achteraan tussen de hendels. En door die extra handlebar heb je een veel stevigere constructie. De handvatten van de barrow zeg maar, voelen echt wel solide aan door die extra versteviging. En heel die opbergruimte zijn allemaal items die je heel snel wil bij de hand hebben bij het begin van een sessie of het einde van een sessie. Ja, jullie kennen het wel. Alles zit min of meer in een bepaalde volgorde en het is handig dat je die dan eerst kan bereiken. Tweede punt natuurlijk is de elektrische aandrijving. Dit is een wiel van 250 watt, dat geeft heel wat kracht. En dan heb je standaard daar, het is een 24 volts motor die in dat wiel zit. Dan heb je daar standaard 212 volt loodaccu's bij. Nu is het batterijvak voorzien. Ik heb het allemaal nagemeten voor ook een 12 volts type batterij die wat meer kracht heeft. Ik persoonlijk heb ervoor gekozen om 2 keer 12 volt 14 ampere uur te steken, waardoor dat je 50% verder kan wandelen natuurlijk, als je echt grote afstand moet afleggen. Specificaties voor die batterijen, stuur me gerust een berichtje, ik wil ze jullie meedelen, maar standaard komen ze dus met 12 volt 9 ampere uur batterijen. Derde mooie optie zijn natuurlijk die 2 10 liter emmers die je nu vooraan kan bevestigen dankzij de handige clips. Je schuift ze er gewoon aan. Twee borclips, zodat ze er niet afraamt. Maar dat betekent bijvoorbeeld in de zomer als je veel voer nodig hebt, dat je zonder probleem 10, 15 kilo boilies of particles kan meepakken, zonder dat je er nog moet aan sleuren. En aangezien dan ze mooi vooraan hangen voor het wiel, zorgt ervoor dat die barrow perfect in balans is. Dus dat zijn echt dingen waar ik heel blij van word, die echte verbeteringen voor mij zijn.
in vergelijking met de vroegere barrels van Fox. En wat er ook nog anders is, de Explorer barrels hadden de centrale zak na het wiel, dat is echt veel opbergruimte. Daar zat de tussenschot in, kon je er natuurlijk uithalen, maar nu hebben ze gekozen voor één grote zak waar maar liefst 60 of 70 liter inhoud is. En daar kan je je warme kledij, je regenkledij, allemaal spullen die anders los op de barrel liggen, die kunnen daar nu gewoon ingestopt worden. En dan heb je altijd een overvloed van ruimte, zeg maar. Ik kan nu echt wel zeggen dat ik met die barrel alles voor één of twee nachtjes vlot kan meepakken. Inclusief het voeren dat je soms nodig hebt. Dus gewoon een luxe, maar eens dat je er een hebt, dan wil je niet meer zonder.